Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben in Amsterdam met deze Gertie. En we zijn hier eventjes foto's aan het maken. Yes, I got glasses. Ik heb een oogtest gedaan. En het is eigenlijk alleen voor op de pc en als ik lees. Maar we maken even foto's hier ermee. Nou, hè? Wil je eentje? Kom gewoon. We hebben net 76 betaald voor 2 thee's. Nou, in mijn hart. Oh, met dit bloempie. Hallo. We gaan vintage shoppen bij Marbles. Doe mijn bril af. Ja, Marbles is echt leuk. En Marbles is een van de eerste winkels waar we toen een vintage view hebben opgenomen. Ik heb er zin in. Ik ben sindsdien ook niet meer geweest. Heb je nog wat te zeggen? Super Romane. En op M.E. Oef. Even je face. Ja, dank je. Place to be. We zijn er. Maar wat vind je van deze kleur? Oh, heel mooi. Het is echt cool. Die moet je echt even aandoen. Ik weet niet of het mij staat. Oké, Ro moet hem van mij aandoen. Ja, hij is wel echt heel mooi. Ik heb weer de verkeerde outfit aan. Ja, eigenlijk moeten we gewoon een spijkerbroek aan hebben. Ik heb nog nooit zoiets in mijn leven aangehad. Ik vind het prachtig. Hij is echt mooi. Hoe vol is die dan? Nee, ik denk dat het leren is. Ja. 69. Ja, prachtig. Dit vind ik zo mooi. Ja, maar het is zoals je überhaupt gewoon vanaf de achterkant ook. Ja, ik heb nu een rok natuurlijk aan. Nieuwe satijnen rok. Maar... ja, wow. Ja, man. Oké, met pijn in mijn hart heeft ze hem teruggehangen. Maar als ze niks vindt, dan gaat ze nog over nadenken, ja, zegt ze. Dus ik kijk verder en ik vind iets. En Mee is echt goed bezig. Een champion trui, maar hij is echt een mooie kleur. En ik heb hem voorgenomen dit jaar. 2020. Meer kleur. Wacht even. Oh, is dat niet goed? Om meer kleur te dragen. Ja, want je hebt nu 2 groene items. Had je al een blauw item? Nee. Nou. Ja, met jou, vorige keer. Ja, dat klopt. Maar champion is wel nice. Ja. Ik ben benieuwd, want ik wil wel dat die crew neck heel strak is. Ja, dat is hij volgens mij niet. Nee, maar ik vind hem wel mooi. Maybe. Maybe. Ook vind het heel fijn om ook weer in een vintage winkel te zijn. En niet per se kringloop. Ja. Want het is hier zo cool. Ja. Gewoon, het is best wel klein op zich. Als je hier naar beneden gaat, kan je nog naar links een heel klein stukje. Ja. Maar het is, ja, het is leuk. En hier kom je dan gewoon echt weer die vintage Levi's tegen. Corduroy, wat natuurlijk hier nu allemaal terugkomt. Mag ik even nog kijken hier? Broeken niet? Nee. Truien? Kolletjes. Oh, kolletjes. Mijn kast is in kool gewoon. Echt zo'n leuke winkel. Ik geef even een overviewtje. Die lampjes die er ook hangen. Plantjes. Oeh. Is het een beetje suède of zo of leer? Nee, stof. Hij is wel mooi. Optek. En dan met kolletje, brilletje. Outdoor, ja. Mijn bril wordt gewoon een fashion item. Ja. Nou, moet toch ook? Cool. Hij past niet. En dan ging ik aan bol staan. Maar kijk hoe je. Ferdinand Bol. Ja, kijk hoe. Kijk hoe die normaal is. Oh no. Oh, maar vet leuk. Ja, mag je hem eens op je koek? Hoe kan dit nou? Heel goed. Wauw. Is dit een jurk? Oh, nee. Echt mooi, man. Maar hij is heel kort. Dit is dit. En citroen. Zo. Beauty. Ik graai een beetje zo. Nee, niet eens. Je deed gewoon. Ik deed letterlijk. Ik deed dit. Wacht, ik deed zo. En ik zie opeens deze. Wauw. Holy moly. Echt prachtig. Oh my god. Met die rok ook. Wauw. Hoeveel zou die zijn? Bij deze is ook 19. Hij is nog helemaal mooi van binnen. Jammer dat ik. Zeg maar, jammer dat je eigenlijk nooit echt over straat zo gaat, toch? Clutch, nee. Nee. Nee, deze is van Bulgari. Oh. M zei dat ze deze net vast had.
Ik heb eigenlijk nooit zoiets gepast. Dus eigenlijk ben ik heel erg benieuwd. Het is een S. And I miss summer. But I love it. Heb je weer een trui? Oh my god, maar kijk even. Moet je voelen. Oh, oh ga voor. Ja, ik heb jouw spullen. Ja, oh my god, thank you. En je moet zometeen nog eventjes je broek laten zien die je net hebt gevonden. Ja, het gaat een beetje goed bij jou. Helemaal niet goed. Voel dik. Oh ja. Alleen hij is een beetje viezig qua witte rand, maar... Nee, maar dit vind ik echt heel leuk. Ja, hij is mooi. En ik vond net deze broek... Zoals jullie weten vind ik het een beetje moeilijk om mijn broekmaat in een vintage winkel te vinden, maar... Deze... Ja, hij is wel echt heel mooi. ...komt aardig in de buurt. Ja. Ik even gewoon kijken. Hij is corduroy. En jij vindt heel vaak... En zomaar... high waist. Oh, ja, high waist inderdaad. Gelukkig. Dat is heel mooi. Maar jij vindt wel vaak dat een broek soms een beetje lang is. Maar met deze broek, bro, is dat super mooi. Ja. Zo erg is het niet voor mij. Oh nee. Ah. Het is zo groot en dit wat korter. Ja, hij is wel echt mooi hoor. Echt mooi. Oh, jassen. Ik ga de verte tas weer meegeven. Oeh, no. Nee. Hou op. Oh, nee, we moeten hier weg. Oké. Okay. Let's go. Zo, Tony. Ja, ik hou van deze lengte. Ik ook. Ja, nee, kijk, ik vind dit geweldig. Deze lengte, dat is gewoon, I'm living for. Het is wel echt mooi. Nou, oké. Dat is kut. Ik denk dat we weten misschien niet kunnen komen. Rood is echt, je vindt echt super heel. Het is echt mooi, hè? Ja, maar je weet toch wel eens dat je dan dingen vindt dat je denkt, oh, die is wel leuk, vind ik wel leuk. Maar dit soort dingen zijn echt... Net als een andere zo'n soort breathtaking items gewoon. Hij is echt nog helemaal mooi. Ja, hij maar is hij... een pulletje niet. Is hij, oh, die is warm of niet? Ja. Oh. Oh. Sowieso 100. Nou, deze is 65 met een bondje eraan. Hier is helemaal geen... Het is geen merk. Oh, hier, dit is een beetje vergelijkbaar. Nou, zit hier ook geen... Oh, wacht, er ligt wel iets op de grond. Oh, ik weet niet van welke jas die is. 60. Je zit echt nu. Wat moet ik... Wat moet je doen? Oké. Ik had hem wel duurder verwacht dan 60, eerlijk gezegd. Ik ook. Maar het is geen merk, dus misschien daarom. Ja, dat, ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. Oeh, deze trouwens ook. Ja, zo'n blouseje. Maar misschien... Oh. Oeh. Deze vind ik trouwens ook echt heel mooi. Grote knopen. Oh my god, dit had ik vroeger. Zo'n jas. Echt? Met ja. Stof? Ja, en bij mij zat er geborduurde rozen op. Oh my god. Ja, dat is echt van vroeger. Ja. Oh. Oh, ga je? Kom er niet in. Oh, dat is ook wel grappig. Maar het is te chic of zo. Oh. Ik vind die van daar straks. Die kleur, deze kleur is ook wel mooi. Ja, maar ik vind... Hij is te chic, denk ik. Nou, dat... Ja, maar weet ik niet. Ik vind hem wel heel mooi hoor. Maar die andere van net vind ik mooier. Ja. Het is ook een mooie kleur, hè? Ja, een beetje oud-roze. Taupe of zo, ja, roze. Oud-roze, ja. Oké, op camera is echt niet hetzelfde. Nee, klopt. Ik heb de trui aan. En ik vind de kleur heel mooi. Het is een beetje gek dat het niet is gestreken. De crew is eigenlijk wel mooi. Nee, ik vind het gewoon chill. Want er komt geen lucht tussen. Snap je dat? Kleurtje is wel nice. Ik vind het een hele mooie kleur. Mooie stof. En 19 euro voor een jumpsuit. Ja, ik ook niet. Oh, ze is daar helemaal alleen, hè. Kijk daar nou. Zielig. Nee, ik zit aan de telefoon. Oh. Ik heb nu de villa trui aan. Echt leuk. Deze is wel echt een rood trui, ook hoe de rood fit. Oké, okay, Roos heeft verplaatst van hokje, want daar was bijna geen licht. Maar nu is ze heel sad, want nu door het goede licht ziet ze dat het heel erg vies is. Het is helemaal rood. Het is helemaal rood. En daar zijn nog vlekken en die is gewoon helemaal rood. Oh, wat stom. Ja, en ik weet ook niet of dat schoon gaat. Nee, dat weet ik wel zeker van niet eigenlijk, maar ja. Zo, zoveel beter licht, meisje. Mensen van hokje verplaatst. Maar kijk. Nou, dit was geen succes. Je denkt, kijk, als je zo kijkt, denk je, oeh, pretty. De waist is hier, bij mijn navel. Dan zitten er allemaal knipgaten in. Kijk, wat is dit? Maar het staat wel, hoor.
Die kleur staat wel heel mooi met de print. Ja, ik vind het ook niet heel leuk hier. Nee, het is gewoon jammer hoe die zit. Ja. Ik had even van topje veranderd. En ik heb de broek aan. En hij is een beetje mid-rise fit. En niet per se high-waisted. Hier is mijn navel. Oh my god. Het is wel echt mooi. Ik kan niet eens. Kijk. Niet. Ja, kijk, als hij niet goed zit, dan zit hij niet goed. Ik heb de rok aan. Hij is veel lichter bruin dan op camera. Ik vind het heel leuk. Oh. En mee. Leuk, hè? Leuk. Ook met die trui die je aan hebt. Ja. Hij past helemaal. Wauw. 15. Ja, het is geen kringloop, hè? Maar de kringloop was die 5 euro geweest. Maar ik vind wel echt de fit is echt mooi. Oké, ik heb alles nu gepast. Toch? Alleen nog de jas. Moet je nu eigenlijk aan? Ja. Ja. En deze erbij. Kutzooi. I'm dying. Me too. Nou, ik ben klaar voor de date. Oh. Maar, ja. Ik zit nu echt op 100 miljoen euro. Oh ja, 100 miljoen. Ja, jas is dan 60, de tas is 19. Deze is volgens mij 20. Hoeveel was die file? 25. De rok is 15. De trui is van dezelf. Ja. En die blauwe champion neem je niet, toch? Oh, god. Hoef ik niet, word ik niet 100% blij. Nee, dan moet je die zeker wegdoen. Oké, Ro, je moet even in de grote spiegel kijken. Ja, hij is vet, man. Ik vind dat ze hem moet nemen als ze hem heel veel gaat dragen. Ro, denk je dat je hem heel veel gaat dragen? Ik heb niet zo'n kleur. Nee. Dunner. Oh, she's having a rough, rough day, guys. Ah, jongens. Oh my god. We hebben weer wat meegemaakt. Wij zijn bij dit restaurant. Dit is op aanraden van Whitney. Van Witje. Ja, maar echt al een jaar of anderhalf geleden. Ja. Het is vandaag 50% korting op de sushi. Nee, altijd. Oh, altijd. Dat is gewoon een nieuwkaart. En dat is Bart ook. Maar het is tot 50% korting op maandag. Oh, nou, lekker toch? Ja. Ik wil jullie ondertussen even het verhaal vertellen van Marbles. Op een gegeven moment zagen we dus op die villa trui dat het... dat hadden we natuurlijk laten zien dat die mouw was helemaal rood. En we dachten, nou ja, hè? En toen... nou, ik weer even alles uitdoen en zo. Maar ik moet jij vertellen, want jij was erbij. Zeg maar die, nou, was, die vrouw. Ja, want ik dacht, laten we gewoon naar de vrouw toe lopen. Hoe want, je het kan wassen. Nou ja, of het eruit gaat, als zij denkt. Want wij twijfelden een beetje. Dus toen zei ze, ja, ik weet niet, het is een beetje lastig. En Rodi liep toen het pashoekje weer in. En toen was ik even met die vrouw. Dus ik zei, ja, het is wel zonde dan om te nemen. Want het is 25 euro, zo vies, la la la. En op een gegeven moment, ze zat te kijken en zei, ja, ja. En toen trok ze opeens dat kaartje ervan af. Dus ik zo, oh, laat maar. Je mag hem niet meer kopen. Nee, misschien gewoon dat ze hem weg of zo. Ja, en toen zei ze van, maar ze zet al heel zachtjes. Ah, weet je wat? Ze krijgt hem wel van mij. En toen zei ik, wat? Ben je serieus? Ja. Ze zei, ja, zij vindt hem heel mooi en het is een beetje lastig natuurlijk. Zo lief. Ja, dus ik zei en, zo. En ik hoorde zo, oh, wat? Wat lief, wat lief. En toen zei jij, huh? En ik was eruit, huh? Toen, deze hier, ik was dus aan het twijfelen om het tasje te nemen. En ik was gewoon keuze aan het maken als deze. Nou, ik kook op taal, zo lief. Ja. Is dat onze sushi? Nee, sushi. Oh. Ik was zo niet zo. Je weet toch als iemand dan aankomt dat je dan zo zit? Ja. 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 En we doen trouwens even ons ritueel. Ja. Echt erg. Maar goed. Anyways, dus ja, super lief echt ook. Saus, ja. Lekker hè deze. Het is dus geen Kiko man. Met zijn andere. Yamasa. Alleen, nou ja, dus vet lief. Dus ik heb dus via terug gehad en een cadeautje van hem weer vet vatten. En toen heb ik nog dus de jas uiteindelijk wel gekocht. Splurge. De jas en ik heb de blauwe champion trui gekocht. En ik was totaal dus nu van 89. Oh, en je jaskorting gekregen. Ja, oh daar begon het mee. Ja. Het begon ermee van, omdat we dat kaartje natuurlijk, dat hadden we niet. Dat was geen kaartje. Terwijl wij dachten dat hij er wel bij hoorde. Ik denk, ik weet het niet. Nou ja,
Weet je wel? 80% zeker, want het was echt de rest van die jas op de grond. Oh ja, oké. Maar die andere had ook geen kaartje. Nee, daarom. Nee, nou ja, dus die hebben we gewoon genomen. En toen zei ze, nou, doe maar voor 55 en dat is dan 60. Dus ik dacht echt... 5 euro korting, is netjes hoor. Lief. En toen begon het allemaal. Nou ja, super lief. En die vrouw was ook echt zo oprecht aardig, weet je wel. Het is niet zo van... heel lief. Gewoon heel lief. En ook, ik weet nog dat ze echt tegen iedereen ook zei van... Oh, zo'n leuk statusje. En ik denk, ze was echt... Ja. 49 euro korting. Je hebt een trui van 25 van haar gekregen. De tas van 19 van mij. Ja. 5 euro korting. Of ben je nog heel dom aan het rekenen? Ik 25, ben nog 30, 39. Ja, 39. Wat? 49? 40. Ja, 49. Dus het is een goede dag. Ja. En mee heeft niks kunnen vinden. Maar. Nee, maar was wel leuk. Ik heb sushi. Daar gaat het om in het leven. Ja, toch? Nou, dat was het. Dus ik zit hier met een hele volle tas. Oh, heel leuk. Ja. Je hebt Japanse thee. Mag ik proeven? Het is gewoon groene thee. Oh. Dus maar is heel lekker. Ja. Toch proeven? Ja, want het is niet van Pickwick. Het is wel die echte. Die echte. Ja. Sorry, trouwens, we gingen trouwens eerst een ramen tent binnen en die vrouw is zo, hallo. Deze stad? Ja. Oh, ik heb mijn bril nog. Je stond bijna jezelf met die stokjes, hè? Helemaal niet. Oh, het leek echt heel voor mij was het heel eng. Ja, maar eerlijk, het zou me wel overkomen. Ja. Zo, maar dat maakt het erg. Maar... Weet je wanneer je dat gaat overkomen wanneer je je bril op hebt? Want dan tegen je glas aan. Weet je wat ik moest doen? Ik had zo'n wrijving in mijn ogen en ik deed echt zo... Ja, toch? Nou, de eerste sushi is er. Wat was dit? Okay. Geflambeerde zalm. Geflambeerde zalm. Ik heb tamago. En dit. Sint-Jacobschap. Spicy. Zoiets. Nou, ik ben heel benieuwd. Het ruikt lekker in ieder geval. Yay. Eén smakelijk.